Kutzooi. Okay, let me see it. Wow, fuck aan mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Wow, vandaag is het super mooi weer. Dat dacht ik toch. Where the fuck is de zon? Het is 26 graden, man. Where the fuck is de zon? Where are you? Het is momenteel 3 uur, denk ik. Ik heb net mijn video afgewerkt die vandaag online komt. Dus dat is super nice. Toen ik wakker werd om 11 uur, was het fucking warm. De zon was all over the place. En nu ben ik klaar met editen en kan ik eindelijk naar het strand gaan en de zon is weg. Stijt ik het jullie ton. De iPhone zegt het zelf, 26 graden in Blankenbergen. Ik zie geen 26 graden. Het is mooi weer, man. Maar geen 26 graden. Het voelt misschien wel als 26 graden, maar het ziet er niet uit als 26 graden. Snap jullie wat ik bedoel? Het is gewoon zo weer. Want er is geen 26 graden aan zon in je gezicht en bruin worden. Yo, zon. Zon, kan je even terugkomen alsjeblieft? Thanks. Ik ga douchen en dan... Ja. De plannen vandaag zijn variabele. Nee, als je hoort. De plannen vandaag zijn flexibel. Ik weet ook niet waarom ik zo overbelegd ben weer. Kan naar het skatepark gaan als het zo weer blijft. De vrienden van mij zijn ook in het skatepark. Maar normaal ga je naar het strand gaan. Ik wil naar het strand. Maar eerst ga ik eten en douchen en alles doen. Dus we got some food right here. We got some brood right there. Check. Komt-ie. Nice. Hier ligt er dan ook nog een fucking watermeloen. Voor de rest ga ik nu gewoon chappen. Ik weet niet precies wat het is. Ik zie meloen en een zalm of zo en een vis en garnaaltjes en serrano en waar dan ook. Ik ga gewoon eten. Ik zie jullie zo. Wow, er staan mensen voor mijn deur of zo, maar ik heb geen broek aan. Maar ik ben ook nog niet gedoucht en ik ruik naar zweet. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik naar beneden gaan? Ja, ik moet geen deur. Oké. Hallo. Dag Nathan. Yo, fucka. Deze mensen staan... Dat was niet de bedoeling. Kijk, deze mensen staan voor mij deur. Hallo, alles goed, hè? Kijk. Zie je daar? Er staan daar zo ver in de back. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Er staan daar zo mensen. Jullie zien het waarschijnlijk niet. Het is heel ver. Kut. Dat is kut. Dat is heel erg kut. Maar oké. Okay. Jullie zijn hier voor een foto? Ja. Nou, fucking naaktfoto's maken we elkaar. Kijk, er zijn daar nog mensen. Wow, er is hier een hele meeting voor mijn deur. Ik snap het zelf ook niet zo goed. Komen jullie allemaal naar Blankenbergen voor mij? Ja. Chill! Ga je niet naar het strand of zo? Ja, ben maar. Oké, zeg echt. Nee, ik ben echt. Ja, dus dat gebeurt zo elke dag wel een paar keer dat er zo mensen voor mijn deur staan. Maar jullie durfden niet eens naar mijn deur komen. Die stonden zo daar op het einde van mijn straat om te kijken hoe andere mensen naar mijn deur kwamen. Chill. Sorry, kijk, als jullie aanbellen en ik ben niet naar mijn huis komen, ik vind dat niet zo leuk. Maar dit maakt niet uit. Yo, bah. Wat vind jij daar eigenlijk van dat mensen naar ons huis komen? Nee, ik vind niet dat wel leuk. Vind je dat grappig? Vind je dat leuk? Oh. Kijk, de kat zit in haar doos. Ze zit vast. De kat is te dik, ze kan er niet meer uit. Marcel! Oh shit. Marcel! Oh, kut hoor. Hey Marcel, jij vindt mijn video's ook kut waarschijnlijk. Ik vind jou ook niet zo leuk. Oh. Oké, we gaan door. De watermeloen is in stukjes gechopt en ik heb er suiker over gedaan en nu kan ik die lekker eten. Ik heb misschien geen donkere huidskleur, maar ik vind watermeloen en kip echt wel de beste dingen die er bestaan. En dat is echt nice. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Ik ga waarschijnlijk naar het strand. Dit is de sleutel van mijn strandcabine. Dus voor de mensen die niet weten wat een strandcabine is, dat is zo'n huisje op het strand. En omdat wij in Blankenberg gewoon hebben. Jullie hebben dat niet domme kut toeristen. Dus ik ga nu waarschijnlijk naar het strand. Ik ben helemaal ingesmeerd. Geen huidkanker voor mij. Dus reeds fucking. Skatepark, sleutel, skatepark en sleutel. Zo. Ja. Zo maar. Pak de foto met jou. Jawel, dit is een grapje. Het was een grapje, je mag al op de foto. Swag, je moet goed filmen. Nice. Pak BMX'en. Kijk, wat wil je zien? Je denkt dat ik niet meer kan skateboarden? Dat is ook zo. Dat is wel de reden waarom ik niet meer naar skateparken kan gaan. Omdat er altijd zo mensen zijn die zo kijken naar mij. Ja, kan gebeuren. Kijk, 360 flip. 360 flip. Bijna. Ik kan niet meer zo goed skaten. Dat is duidelijk.
Maar we proberen het wel. Andere keer. Fuck bitches! Dan ben ik opeens op het strand. Het is echt kut weer. De wind is echt fucked op hard. Maar het is wel oké. Het is niet warm of zo. Maar het is wel chilling. Daar is Bistro Jerry's. Straks ga ik ook nog een dikke Jerry knallen. Dat weet ik niet wat ik nog ga doen voor de rest van de avond. Ik ben Enzo Knol deze dag. Dus ik film alles wat ik doe. Stel er valt iemand dood op straat. Dan film ik die shit ook. Dus voor de tijd dat ik nu nog door Blankenberg loop. Dat de zon een beetje aan mijn gezicht schijnt. Dan, ja, dan ben ik wel blij. Ik ga eten halen. Ja. Ah. Kan je eten kopen, maar we gaan het daar. Want daar is chillen. Dan zie je comments van mensen die vragen. Why do you think tourists are bad? Wel, omdat jullie mijn stad fucking vies maken. Hey! Ah! Ik mocht nog drinken halve vanavond, maar ja, nee, geen smurfen champagne. Dit dronk ik vroeger ook altijd zo fucking Genever of zo. Niet dat dat lekker was of zo, maar beu. Vloggen in een winkel is echt fucked up. De mensen achter mij vinden het ook fucked up. Het is heel fucking wack. Oké. Wow! Hey! Ik ben terug van het strand. Het was heel leuk, maar nu is het kut, want er zit overal zand. Aan mijn voeten zit er zand. Aan mijn broek zit er zand. Aan mijn t-shirt zit er zand. Fuck jullie, echt, ik ben het. Als je de video nog niet hebt geliked, echt deze eigen gezicht. En het is niet echt warm geweest vandaag. Ik zag dat het in Brussel en Antwerpen zo rond de 30 graden was. Tot 7 uur 's avonds. En bij iedereen in Nederland was het ook fucking warm. Hier was het al 20 graden vanaf 5 uur. Ik had de kust, dacht ik. Ik weet niet wat is. Als het mooi weer is, dan is het ineens slecht weer. En dan is er ineens fucking veel wind. Ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Ik weet nog niet wat ik ga doen in deze avond. Maar ik moet nu gaan barbecuen. Maar ik denk dat ik al te laat ben. Want ik ben al 2 uur te laat. Maar hey. Ha! Momenteel toch wel al 9:15. Ik heb nog geen deftige avondeten gehad. Ik heb net droge broodjes gegeten en ik heb zo dingen gegeten met bloemsuiker. Ik weet niet hoe het noemt. Dit was de bloemsuiker, mooi. Dus ik denk dat ik nu ook gewoon naar buiten ga of zo. Maar jullie zien het al. Wow, en ik heb 2 strepen zonnecrème onder mijn ogen om te tonen dat ik mijzelf is meer zelf als er geen zon meer is. Want ik ben een voorstander van zonnecrème. Is niet kanker gay. Zonnecrème draag je tegen huidkanker. Dus dames en heren, ik ga nu barbecuen. Ook al ben ik al 2 uur te laat. Waarschijnlijk is die barbecue al gedaan. Dan staat die barbecue. Het boeit allemaal niet. Ik ga naar buiten. Als ik terugkom ben ik waarschijnlijk... Ja, in een mindere staat. Doei! Sorry dat ik weer met mijn iPhone aan het filmen ben. Mijn camera die hier ligt is gewoon alweer uitgevallen. Omdat ik die heb laten aanstaan en zo. Dus ik moet echt fixen. Ik weet niet hoe ik dat doe. Maar dat komt goed. Voor de rest, ik ben nu thuis. Het is momenteel veel te laat. Het is 3, 2, 1. Even de grond. Yo, fuck. Vretenaanval. En ik eet Oikos. Dikke shout-out naar Oikos. Even Oikos. Beste shit. Lifesaving. Dikke shout-out naar deze zak appelsap uit te lezen. Er is echt leven. Er is een zak appelsap. Ik bedoel, what the fuck. Maar waarschijnlijk heel stil zijn. Zometeen komt mijn mama door die deur en dan gaat ze een fucking aanval krijgen op mij. Dus slaap wel. Dan kijk ik naar deze video. Op het einde van deze video plak ik waarschijnlijk nog wat Snapchat beelden. Dus als je die Snapchats hebt gezien, klik dan nu maar de video weg. Heb je die Snapchats niet gezien? Add me even op Snapchat. They call me Nathan. Zonder in achteraan. Ik weet niet. Add me op Snapchat voor vette shit. Waarschijnlijk allemaal echt zooi, maar oké. Doe dat even. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Want ik ben echt Enzo Knol. Dus dames en heren, doei. Ciao.